Hoi guys en welkom terug bij een nieuwe video en welkom terug bij mij. Vandaag ga ik een video opnemen waarin ik de kleding laat zien die ik gekocht heb, oftewel een shoplog. Ik ben super excited om dit met jullie te delen en let's get started. Ik ga de eerste spullen erbij pakken. Zie ik jullie zo terug. Vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren en op het belletje te klikken, want dan ben je altijd op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie zo. Oké, guys, daar ben ik weer. En zoals ik zei, ga ik jullie meenemen met de eerste voorwerpen. Het eerste wat ik gekocht heb is eigenlijk niet een kledingstuk of iets, maar zijn twee nieuwe producten van de Kylie Skin. De eerste is de Hydrating Face Mask. En de tweede is de Eye Cream. En die heb ik gekocht omdat ik nog niet alle producten had van de Kylie Skin. En omdat bij vanaf 39 euro aan Kylie Skin kreeg ik deze gratis hoofdband erbij. De hoofdband verkochten ze niet los, anders had ik hem zeer zeker losgekocht. Maar dat is zeker weer een toevoeging voor mijn Kylie Skincare producten. Ik heb daar bij de way ook een video gemaakt over de Kylie Skincare producten. Dus ben jij benieuwd of wil je meer weten over de Kylie Skincare producten? Check dan zeker de video uit. En ik heb dus... Ja, ik heb het nog niet echt geprobeerd. Maar het zal vast wel goed zijn, want die andere Kylie skincare producten waren ook echt super amazing. Ik ga in ieder geval jullie meenemen naar het tweede wat ik gekocht heb. En dat is wel een kledingstuk, dus ik ben zo weer die terug. Oké, guys, daar ben ik weer. En het tweede product wat ik gekocht heb is een body warmer van de Zara. Hij is echt super leuk. Ik ga hem even open doen. Ik draag hem sowieso open, omdat ik hou er niet van als jasjes dicht zijn. Ik ga hem even aandoen en ik ga ook even een andere bovenkant aandoen. En dan ga ik ongeveer een beetje laten zien waarmee ik het zou stylen. Dus let's get started. Oh my god, guys. Ik was dus mijn hoodie aan het aandoen, maar ik ging hem pakken. En ik weet niet hoe het gebeurde, maar dit is fucking kapot gegaan. Echt. Zo vervelend. Ik heb er gelukkig wel genoeg dat scheelt wel, maar het was zo stupid of me. Ik weet ook niet hoe het gebeurd is. Maar ik ga nu de outfit laten zien. Oké, guys, dit is hoe ik de outfit zou stylen. De body warmer met een leuke hoodie heb ik er al bij aan. De cargo pants. Leuke witte schoentjes natuurlijk. En een leuk tasje erbij. Dan heb je wel een leuke outfit op zich. Ik heb dit tasje gebruikt, maar je kan in principe elk tasje gebruiken die je wilt. Wat jij erbij mooi bij vindt. Maar dit is natuurlijk mijn stijl en wat ik mooi vind. En laten we doorgaan naar outfit nummer 2. Guys, daar ben ik weer. Met de tweede outfit is het niet echt een outfit. Het is meer een accessoire. Het is een pet. En ik vond hem super cute. Ik heb hem gekocht bij een vintage winkel in Rotterdam. Cheap fashion store, volgens mij, als ik het goed heb. Het was maar een tientje. Ik weet nog niet echt precies hoe ik deze zou dragen. Ja, op mijn hoofd natuurlijk. Maar ik denk of zo, of schuin. Maar recht vind ik hem niet mooi. En dan gewoon met een casual shirt aan of iets. Een beetje old school vibes of zo. Geeft het me. Maar super leuke aankoop voor maar 10 euro. En we gaan nu door naar de volgende. Ja, het zal vast wel. Heb ik eigenlijk al op film gekeken? Ik denk het. Ik hoop het. Oké. De volgende item die ik heb gekocht is een soort van joggingspak suit. Even kijken hoor. Ik heb hem al een keer aangehad, dus hij kan een beetje vies zijn. En hij is al een keer gewassen. Ik heb deze gekocht. Trouwens, ik heb ook nog een bovenkantje erbij. Wacht even. Ik heb die gekocht omdat ik joggingpakken toch wel echt comfortable vind zitten. En ik draag het vooral voor thuis, toch? En het zit gewoon lekker. Het is een heel mooi blauw tintje. En ik ga hem nu even voor jullie aantrekken. Dus ja, laat me maar voor je aandoen. Dit is het joggingpak. Zoals ik zei, zit real comfortable. Lekker wijd. Ik heb een maat M qua broek. En een maat L qua...
bovenkant super comfy, super leuk. En laten we nu snel verder gaan naar de volgende item. Hoi guys, daar ben ik weer. En de volgende item die ik ga laten zien is mijn nieuwe pyjama pants. Was nog maar 20 euro maar voor deze broek. Welke maat heb ik? Ik heb een maat M'tje. En ik heb hem al een keer aangehad. Hij zit echt perfect. Hij is zo lekker om in te slapen. Dus het is zeker een aanradertje. Ja, die raakt niet gepast, want het is niet heel stijlvol ofzo. Het is gewoon een pyjama broek. Maar zeker een aanrader. Vooral voor maar 20 euro. I mean, come on. Dus geen geld. En laten we verder gaan nu naar de volgende item. Dat is toch denk ik echt wel mijn favoriete item van alles wat ik van gekocht heb, zeg maar. Van alles wat ik heb gekocht. Ik open het voor jou. I mean, the Fresh Jordans. Don't ever disrespect my Jordan. Nee, ik ben echt super tevreden met deze schoenen. En volgens mij hoorden jullie me niet. In ieder geval, ik ben super tevreden met deze schoenen. Ik heb ze kunnen kopen in de winkel voor maar 135 euro. Geen geld. Ik was ook echt heel erg verbaasd dat ze in de winkel lagen. I mean, Jordans zijn altijd uitverkocht. En dat ze dan mijn maat in de winkel hebben. Ik heb namelijk zelf maar 42,5. Dus het was echt perfect. Het was precies... Ik was zo blij. Ik zit even na te denken of ik nog iets heb gekocht. Niet heel speciaal, maar ik heb een... Ook nog een dermaroller gekocht. Want ik had de steen zelf... Had ik al. Dit is zeg maar om je gezicht te liften. En om olies, zeg maar olie aan te brengen op je huid. Het werkt echt super goed. Ik gebruik het elke avond bijna. Als ik er tijd voor heb. Oh, ik heb trouwens nog iets gekocht. Dus ik ben die terug. Ga ik even pakken. En zie ik jullie zo. Het laatste product dat ik gekocht heb is de All Natural Liquid Chlorophyll. Ik zag het op TikTok voorbij komen en ik dacht, waarom ga ik het niet proberen? Het is een soort van groenachtige mintspul. Je stopt 3 druppeltjes per dag. Even kijken hoor. Ja, in ieder geval, je moet 3 druppeltjes per keer dat je het gebruikt in je drinken doen. En dan volgens mij met een maximum van 15 druppeltjes per dag, als ik het goed heb gelezen. Een super goed project. Hier komt binnenkort een review over, dus stay tuned. En dat was in principe alles wat ik had gekocht. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. En laat even in de comments weten wat jij, wat jouw favoriete item is. Of wat jullie vaker van mij willen zien. En dan ga ik deze video afsluiten. En dan zie ik jullie weer terug bij de volgende video. Bye!